Dankjewel, dames en heren. Welkom bij Vanavond Live. Ik ben uw host, Xander de Rijke. Dankjewel. Het spijt mij om zo te openen, maar het is de laatste show. Zijn er mensen die naar alle shows geweest zijn? Handen opsteken werkt niet, maar dat is een goede poging. Mensen vragen nu al van, en komen terug, en vooral, en vind het jammer dat het gedaan is. En natuurlijk vind ik het jammer dat het gedaan is. Dit is zeer leuk om te doen. Dit is de beste job ter wereld. Ik heb al 2 maanden geen vaste kak meer, maar het is de beste job ter wereld, dit. Maar ergens keek ik ook wel uit naar het einde van deze shows. Vooral omdat deze vandaag, dit is 17 april vandaag. En ik wist, als deze gedaan is, is het nog een week tot dat Avengers Endgame uitkomt. En daar heeft mij sterk gehouden, eigenlijk. De rest maakt dan allemaal niet uit. Zijn mensen enthousiast voor Avengers Endgame? Ja, het is een raar universum. Op dit moment, nu, weten we niks. En als dit online komt, weten we alles. En dat is heel raar. En ik heb er ook een beetje een vreemd gevoel bij, eigenlijk. Want die films betekenen wel veel voor mij, op een bepaalde manier. Het is ook al 10 jaar lang. En ik voel mij ook oud. Like, iedere keer als ze nu zeggen, het is een franchise die al 10 jaar bezig is en Iron Man is uitgekomen in 2008, is het altijd van, ah ja... Ooit waard je 20. Dat is echt pijnlijk, om te herinneren dat ik toen nog 20 was. En het ergste van alles, nu mijn neefjes, die zo 16 zijn, die doen alsof ik een bompa ben. Hè. Want ik kan echt uitpakken van, ik heb Iron Man nog in de cinema gezien. Hè. En die zo, no way zeg. En hoe was dat? Alsof dat nog zo gelijk ergens in een parochiezaal een pellicule was. Zo. Dat is raar. Nu weet ik hoe aan mijn vrienden er voelen. Ik heb veel oudere vrienden. Als ik zo... Heb je Back to the Future nog in de zaal gezien? Dat is net hetzelfde. Maar dat is echt waar. Ik weet nog, Iron Man was voor mij vrij belangrijk. Want dat is de eerste film die ik in de cinema gezien heb. Toen ik door had dat ik alleen naar de cinema kon gaan. Ja, dat klinkt super stom, hè. Maar het ding is, ja, ik ben de gast van de eindejaarsconferentie over film en televisie. En iedereen denkt altijd dat ik veel over film weet. Maar dat is echt zo de laatste 10 jaar... Toen ik door had van, hij kunt doen wat hij wilde. Je bent een volwassen man. Als jij zegt, ik eet taart als ontbijt, dat kan. En kijk. Maar het ding is... ja, dat was iets heel raar. Het ding is ook, ik ben deels van Zelzaten en van Eeklo. En die hebben geen cinema zelf. Het is eigenlijk, zeker Zelzaten, dat is 1 keer in het jaar is dat daar cinema. En dat is dan die beelden van die trein dat station komt binnengereden. Dus, en we blijven schrikken. Het komt op ons af. En, maar het kutte daaraan is als je daar woont, je hebt niet veel cinema en je moet ook echt lang reizen om naar een cinema te gaan. Want kijk, je moet ook snappen, voor mij was de cinema een ding als dat gebeurde op een verjaardag of we gingen daar met school naartoe. Dat was niet dat je casual deed. De eerste film dat ik ooit gezien heb in de cinema was The Prince of Egypt. Je noemt die animatiefilm van DreamWorks en The Prince of Egypt, ik denk 1998 of zo, met school. Omdat voor de godsdienstles. Dat is ook een grote fout als ze gemaakt hebben alverwege, denk ik. Want dan hebben we die film gekeken en achteraf was het nabespreking. En wat hebben we geleerd over God? Het is de klootzak! Shit, het is verkeerd uitgedraaid. Maar vooral de reisafstand is afschuwelijk. Want als je in Eeklo woont, dan moet je oftewel naar de Kinepolis van Brugge of de Kinepolis van Gent. En dan moet je een uur op de bus zitten. Want er is maar 1 bus vanuit Eeklo naar Zelzaten, dat is de 58. Dat is de afschuwelijkste bus aller tijden. Die rijdt van Brugge naar Gent, die doet daar 2 uur en 5 minuten over. Die gaat niet in een rechte lijn, die pakt de volledige scenische route mee. Dat is iets dat mensen gebruiken om meubilair te verhuizen. Dat is echt waar. Ik heb die keer iedere dag gepakt voor een week. En de eerste dag staat er zo'n kerel op met een tv. Ik dacht, wat de fuck gebeurt er? En dan gaan naar zo'n berghoed. En dan zag hij met die rail afkomen. En die buschauffeur, nee, dat gaan we niet doen. Maar zeker als je van Zelzaten komt, moet je een uur op de bus zitten van Zelzaten naar Gent. En dat is een uur. En ik durf daar al niet meer op. Want toen ik in de middelbare school zat, ben ik 1 keer in slaap gevallen.
op die bus en ik durf daar niet meer op uit angst dat die mensen mij nog altijd gaan herkennen. Ja, want dat duurde een uur en ik was in slaap gevallen. En ik was zo... En ik werd wakker en al wat ik wist dat er een volledige bus naar mij aan het kijken was en ik had hier een vochtige plek. Dus ik wist, ik heb echt like, een half uur gewoon zo, met zo'n draad verbonden tot hier gelegen. Ik ben zo blij dat ik een puber was toen er nog geen smartphones waren. Dat filmpje deed waarschijnlijk nog altijd de ronde nu zo. Marginaal op 55. Zo. En vooral, het gênantste dat ik ooit gehad heb, is... we zijn ooit met een bende vrienden met een bus naar Kinepolis gekomen in Gent. En voor de tweede Pokémon-film te zien. Ja, de tweede, want... Dat is iets dat je op het grote scherm mocht zien. Dus Pokémon Movie 2000 heet die. Die is afschuwelijk. En ik was al misselijk heel de dag. Ik was nog misselijker van een uur op de bus te zitten. Dus zat ik heel die film te kijken. En toen dacht ik, weet je wat helpt tegen misselijkheid? Er nog eten in werpen. Dus heb ik echt zo een popcorn naar binnen geduwd met zo'n Fanta van 5 liter. En heb dan teruggerit. En echt die mensen dachten dat ik gek was, want ik zat van achter echt... En je zag zo helemaal van achter in een bus naar voren komen. En er was eens een meisje, heb je iets verkeerd binnen? Tweede Pokémon film! Maar Iron Man was speciaal, want ik woonde net in Antwerpen en ik had gewoon een klein appartementje, een internet en dvd's en een PlayStation 2 nog, denk ik, toen. En ja, wat was de manier toen voor mij om films te zien? Dat was die illegale camrips van Kazaa downloaden. En het had duur van, hey, maar je woont in Antwerpen, er is hier een UGC. En dan ben ik naar de UGC geweest van Antwerpen. Nu doe ik dat iedere dag. Ik ga bijna iedere week 2 of 3 keer naar de cinema. Zij vinden mij eng. Dat is het beetje trieste gedaan, eigenlijk. Het is zo altijd ik en die een dakloos die 2 uur wil binnenzitten om te slapen. En hij kent mij ook al. Nu is het echt triestig aan het worden. Het is echt zo... Hij wil zijn snacks delen met mij. En de, zo'n rijstwafel dat hij van een meeuw gestolen heeft. Allee, dat is echt zo een beetje gênant aan het worden. En dan zit ik daar in de UGC. De, meer passie, meer emotie, meer kapotte stoelen. En meer dode muizen in uw leuning. En dat is echt al gebeurd. Ik zat echt in de cinema en er zat echt een kerel achter mij. En ik dacht, motherfucker met zijn chips. Kijk, wil je stil zijn? Hij had gewoon zijn leuning beet. Ja, dat is daar afgevallen. Dus, magisch cinema dat dat kan zijn. Maar goed, het belangrijke was, ik was naar Iron Man gaan kijken en er zat niemand in de zaal, het was ik alleen. En dat was ook de eerste film waar er zo een after credits in zat. Die ook echt belangrijk was, een after credits. En ik had ook geen idee wat er gebeurde. Want ik ben geen Marvel-kenner totdat die film zit. Ik ben ook geen hypocriet. Heb er die zo alles weten. Ik weet nooit van de knoppen, jong. Ik weet nog, bij die eerste Avengers krijg je zo voor de eerste keer op het einde Thanos te zien, de grote slechterik die nu alomtegenwoordig is. En je voelt de nerds, hè. Je voelt de nerds in de cinema en die doen niks. En die, dat is gewoon deze dat die doet, hè. En echt al die nerds... En ik zat er ook... Grote paarse meneer op het toilet dat zweeft. Maar ik zat helemaal alleen bij Iron Man. Er kwam een after credits. En het rare momentje was, dat was gedaan. En ik keek achter mij en de projectionist die was ook blijven kijken. En was zo dat momentje van... What the fuck was dat? Ik weet het ook niet. En dat ga ik voor altijd herinneren. Dus dat zo... Ja, de after credits was daar gecreëerd. En ik denk dat het altijd belangrijk is... Als je naar een cinema gaat of als je iets leuks ziet op het internet, dat je altijd tot na de credits moet blijven kijken. Nu, dat gezegd zijnde, dames en heren, dit is ook een zeer leuke show. Heeft u er zin in vanavond? Ja! We hebben een zeer goede show voor u vanavond. We hebben zelfs een extra gast. Oh ja, de show is dubbel en dik vandaag. Net zoals altijd, we hebben muziek en we hebben geweldige gasten. Er zit comedy in. Recente Humo Comedy Cup winnares Amelie Albrecht is hier vanavond. Nog een jong opkomend talent. Frank van der Linden is hier vanavond. En onze gasten zijn algemene omnibussen vandaag. Ik heb een muziekomnibus, een tv-omnibus en een wandelende omnibus eigenlijk. Muziekomnibus van Belpop Bonanza. Jan Delvaux is hier vanavond, dames en heren. Van Algemeen Nut en een van de populairdere televisiehosts in ons land. Stefan Erwegen is hier vanavond. En een algemene legende, Jacques Vermeer is hier vanavond, dames en heren. En natuurlijk de vlies dat deze show warm houdt, de Vanavond Live Band!
Dat is... Dat verklaart veel, eigenlijk. Ja, we hadden een paar dagen geleden een insectenman mee en nu weet ik waar die verloren gelopen kakkerlakken naartoe zijn. Dat komt goed uit. Nu moet... Nee, die gaan nog beginnen bewegen. Dat is nog de beste van allemaal. Dat is de... Voilà. Heb ik nu drinken of moet ik die kakkerlakken opeten tijdens de show? Dus, oké. Dat is goed. Sorry, hoor. Sorry, Peter Berks, als je kijkt. Uw kakkerlakken zijn terecht. En dood. Zoals het hoort. Goed. Dames en heren, mijn eerste gast van vanavond is een gerenommeerd televisiehost en presentator. U kent hem van succesprogramma's zoals De Jaren Stilletjes en recent Van Algemeen Nut. Maak een daverend applaus voor Steven van Herwegen! Hallo. Hallo, Xander. Ten eerste, ik ben fan van het nieuwe kapsel. Het is al een tijdje, maar ik ben fan van het nieuwe kapsel. Ah, dank u. Ik heb er lang over gedaan, hè. Hoe dan? Ik was eigenlijk... ik had vroeger een kuif, voor de mensen die het niet weten. En op een bepaald ogenblik was ik daarmee vergroeid en dacht ik van ja, als ik die wegdoe, dan kennen de mensen mij niet meer. Ja. En dan zei mijn vrouw van, doe niet een nozel. Doe die weg. En dan ga ik u terug een mooie man vinden. En dat vond ik natuurlijk een goed argument om, om die kuif weg te doen. Voilà. Ja, de catnet-kuif, die stamt van die tijden af. Nee, zelfs niet. Nee, want toen was ik kaal. Enfin, kaal. Dus ik ben oud geboren. Ja. En ik word alsmaar jonger. De Benjamin Button van VRT eigenlijk. Voilà, dus, inderdaad. Ja. Recht om er even gaan. Ten eerste, proficiat met Van Algemeen Nut. Dank u. Iets waar ik heel graag naar uitkijk. Omdat we zijn allebei fan van televisie. Ja. En zeker van nostalgia. Ja. Dit is toch echt... een nerdfeestje voor u, dat programma. Zeker. Er is niks zo plezant als in uw eigen collectie mogen grasduinen. Hè. Ik heb als kind heel veel tv gekeken, nog steeds. Er zijn natuurlijk heel veel dingen, Vlaamse dingen, die ik als kind fantastisch vond. Ik vind het heel tof om die mensen allemaal nu in het echt te kunnen ontmoeten. Ja, ik voel me elke keer opnieuw een klein kind als ik met die mensen mag spreken. Ja, Jacques is hier, Jacques Vermeijden. En ja... Ik word telkens toch een beetje een klein kind als ik hem zie. En hij ook, hoor, als hij mij ziet. Ja, ik zat, iedere week zag ik zoiets passeren. Van, dan zag ik, denk, de originele stem van meneer De Uil. Ja, we hadden meneer De Uil te gast. Dus de pop zelf. Ah ja. Kennen mensen nog de Fabeltjeskrant? Ja? Tuurlijk. Zijn de mensen van voor 1850 hier? Ja, dat was dus een reeks uit de jaren 60 met pop. En meneer De Uil was de verteller. En we hadden twee mensen te gast die ooit een meet and greet met meneer De Uil hadden gewonnen. Mm-hmm. Alleen was meneer De Uil niet komen opdagen. En we hebben dat goed gemaakt. Dus we hebben die meet and greet dan 40 jaar later georganiseerd. Het enige probleem was... We hadden dus die pop gevraagd aan de Nederlandse televisie. Dat was geen probleem. Maar een dag voor de opname kregen wij het bericht van... Ja, die pop kan niet komen. Ja... Wat de fuck heeft hij te doen? Maar dus blijkbaar is dat een, dat is een museumstuk. Die staat achter glas en daar komt al 30 jaar niemand aan. Ze zeggen dus als daar een hand in gaat, dan is die kapot. Gebeurt wel vaker, hè? Ja, dus... Als je hand ergens insteekt, ja, dat is schade voor het leven. Een zin die je niet vaak hoort in bepaalde branches, maar toch. Ja. Maar dus, die pop kon niet komen, die mocht niet komen. Want ze zeiden, maar dat is eigenlijk de Rembrandt van de Nederlandse televisie. Niemand mag daar aankomen. Dus dan hebben wij via achterpoortjes heel veel mensen via geprobeerd om toch op slinkse wijze die pop uit dat museum te krijgen. En we hebben ze effectief in de studio gehad. En dat was dat is wel echt kippenvel, want dat is de originele meneer De Uil. Alleen is hij nadien beginnen zuipen, dat kun je niet geloven. Misschien nog met de auto naar Amsterdam. Meneer De Uil verongelukt na VRT optreden. Ja, ja. Ik had verwacht dat ze meer de meneer De Uilen zou gemaakt hebben in die tijd. Want... Ja, ze hadden er twee. Ze hadden er één waar de hand in kon, waardoor de bek kan bewegen. En ze hadden er één die op de stok staat. Dus de begingeneriek, als die zegt... Ja.
Jij naar fijn Boltjesland, dan zie je hem eigenlijk de voeten uit, of enfin, de poten uit. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een pop met poten. En dan, ja, dus er zijn er twee. Maar ja. Het probleem is, wij wouden wel een sprekende meneer Uil. Dus die met poten, daar kunnen we geen hand in steken, dat spreekt. Dus. En ik zag ook de baron of de kolonel van Adriaan, ja. Bastiaan Adriaan. Drommels. Geniaal. Ja. Dat vind ik geweldig. Ja, dus Paul van Gorkum was eigenlijk de mens die vroeger de stem deed van Gargamel bij de Smurfen. Zijn er mensen die ooit de Smurfen gezien hebben? Ja. Dus dat was ook een slechterik die altijd uit het raam riep... Oeh, ik haat Smurfen! Ja. Maar waarom? Die woont in zo'n gigantisch kasteel. Waarom moet hij nu zijn raam openzetten en roepen... Oeh, ik haat Smurfen! Ik kan toch gewoon in zijn ziel zeggen... Oh, ik haat Smurfen. Of naar zijn moeder bellen, ik haat Smurfen. Maar nee, raam open doen en... Oeh, ik haat Smurfen! Het is ook een relatief groot bos... Je hoeft ze ook niet per se tegen te komen. Nee, ook al. Ja. Hij heeft geen buren. Nee, inderdaad. Dus hij spreekt een beetje tegen zichzelf. Ja, het is een gekke man. Maar het was wel een grote eer om die te gast te hebben. Dus dat is een mens van 86 jaar. Die heeft eigenlijk heel onze jeugd ingesproken. Dus die was Gargamel, maar ook Zazu bij de Leeuwenkoning. Zazu is de vogel. Mm. De baron bij Bastiaan Adriaan. Een van de snorkels was ook nog Asterix. Hoe heet de kruidenman weer bij Asterix en Obelix? Panoramix. Ja, dat was hij ook. Hij was in de berenboot Brilbeer. Ja, dat is van heel lang geleden, maar Jacques Vermeijden gaat dat nog weten. Dus dat blijft maar komen. Vrouwtje Theelepel, de Fraggles heeft hij ook gedaan. Holy crap, dat is heel veel. Ja. Ze hebben nog vorig jaar een film gemaakt van Bassie en Adriaan. Ja. Sommige dingen zie ik liever in zijn eer, zoals het was. Ja. Soms moeten, omdat er zijn ook oudere mannen aan het worden. En ik zag ook Adriaan en dacht van, hij is echt geen acrobaat meer, hè, man. Dat is... Ja, nee. Jij trekt de tent plat, hè, als jij nu aan zo'n ding gaat gaan hangen. Maar ja... Maar ik vond dat eigenlijk als kind al. Ik bedoel, zijn culturele bagage, hoe kun je daarmee nu gaan stunten? Je ziet hij eigenlijk nooit echt stunten doen, hè? Jamais. Alleen maar vitten op Bassie. Of zeg maar, domme clown, dat is het enige. Nee, dus... Het is eigenlijk een zeer agressieve relatie dat die twee hebben. Ja, ik denk het wel, ja. Maar wat wil je heel je leven met twee in die caravan? En dan, ja, het licht is nog aan. Hè. Dat zijn dan die lampen, dat waren die ogen van die auto. Ah, ja. Het dan die robot die zich moeit om de 5 minuten. Robin de Robot, gemaakt door Danny Verbist. Hè. Ah. Ja. Dus er kan ook een vuist in dan. Ja. Ja. Maar dat was voor de periode dat robots echt nog zo praten. Hè. Mm-hmm. Dat je denkt alleen, kom, get on with it. Waren er... ik zal beginnen met deze vraag. Wat zijn uw favoriete kindertelevisie-nostalgieprogramma's? Ja, die A-Team sowieso. Masters of the Universe. Ik weet niet of dat iemand nog iets zegt. He-Man, hè? Ja, absoluut. He-Man, beste aflevering was eigenlijk de kerstspecial. Dus He-Man vocht tegen Skeletor. Skeletor was de slechte. En dus bij de kerstspecial leren ze kerst vieren en zien ze elkaar graag. Ja. En dan ergens tussen die aflevering en de volgende hebben ze weer ruzie gemaakt. Ja, dus instant, als je dat zou binge-watchen, dan denk je van... Huh? Ineens is het dan goed en dan weer slecht, dus ja, kijk. Wat ik ook altijd leuk vond aan He-Man, als ik me niet vergis, is dat hij in de tekenfilm... roept hij dat ding en steekt hij zijn zwaard omhoog. I have the power! En alles verandert behalve hem. Ja, dat is waar. Dus die nezel verandert in een kat en een van de kledij, maar heeft nog altijd datzelfde gezicht en dat haar. Ja, dat is waar. Ja, zo dat Adriaan haar eigenlijk. Hij heeft ook zo van dat Bastiaan Adriaan haar. Bastiaan haar. Adriaan van den Hoog. Nee. Nee. Waren er dan nog dingen uit uw kindertelevisie-nostalgie dat je dacht van die wil ik er ook nog bij of daar had ik graag iemand van gehad? Ja, maar Paul van Gorkum vond ik sowieso ongelooflijk. Ja, het liefst van al had ik eigenlijk Jim Henson uitgenodigd. Voor mij is de maker van de Muppets, ja. Mijn inziens, een van de beste, zo niet de beste tv-maker ooit, want die combineerde... scherpe humor met rock en roll, met ontroering, met muziek, van indrukwekkend. Iedere keer als ik van algemeen het zie, dacht ik van dat is nu echt een kerel die zo met zijn speelgoed bezig is. Omdat ik hou ook van die obscure, rare dingen die hij boventovert. Is dat heel leuk om... Heeft het niet over mijn penis, hè? Dat doen we na de pauze. Moet dat niet weggeven? Alle effecten is niet weg. Nee, we gaan dat niet weggeven, hè, alsjeblieft. Was het leuk om al die research te doen voor die show? Of was het na de tijd van, oké, nu kan ik echt geen tape meer zien?
Ja, in het begin is het heel leuk, maar om duur inderdaad. Ja, ik heb echt maandenlang elke dag van 's morgens tot 's avonds naar oude tv gekeken. En het archief van de openbare omroep is bij momenten tof, maar laat ons zeggen, voor 80% is dat kurkdroog en onhebbelijk saai. Hè, want dat zit vol met taalkursussen, etikettenlessen. Ja, de openbare omroep, zeker in zijn begindagen, wou iedereen opvoeden. Hè, wou de Vlaamse boerkes manieren aanleren. En soms kan dat cult zijn, dat je denkt, amai, dat is hier wel grappig, maar het is vaak gewoon echt droog. Urenlang wiskundelessen op tv, dat is ja, echt hallucinant. Nee, dat is echt waar. Dat is jarenlang aan een stuk. Kunstprogramma's, dat je denkt, maar hoe kan dit? Zo, programma's van 5-6 uur over kunst. Hallo, dat was zo... Ze gingen eens bij de kunstliefhebber thuis. Dan gingen ze aan de keukentafel bij een gewone mens thuis uitleggen wat kunst is. Ik denk dat die mens onderweg overleden is. Teruggereanimeerd. Het was wel echt vaak moeilijk. Ja. Ja, ik beeld me ook in dat hij zo iedere avond daar zo weer boven komt met zo spoelen onder uw arm en met stof en spinnenwebben in uw haar. Van, ik denk dat ik iets heb, maar ik weet het niet zeker. Ja. Het is ondertussen gedigitaliseerd, dus ik kijk het. Ik kan er van op mijn laptop naar kijken. Het is vaak gewoon. Eet uw sandwich op, Lenny. Ja, als ik dan thuis aan het werk ben. maar het is. Weet je wat zo tof is? En daarom doe ik het graag. Het is een beetje de heilige graal zoeken of een speld in een hooiberg. Mm-hmm. En als je ze dan vindt, ja, dan is het wel fantastisch. Ik vind het niks zo plezant als een beeld laten zien dat niemand anders ooit gezien heeft of dat iedereen vergeten is. Laat staan de gast zelf over wie het gaat. Wel, dat vind ik echt fantastisch. En ik denk, zo'n beeld vinden, één, maar dan zo die gast nog vinden, als die nog leeft, dat is waarschijnlijk de kers op de taart dan. Ja, dat is heel moeilijk, hè? Want soms is er bijvoorbeeld iemand in een quiz die zijn broek afsteekt. Ja, begin maar eens. Hè. Wie is die mens? Waar woont hij? Leeft hij nog? Ja. Herkent u deze kont? Ja, ja. We hebben zo een gast gehad. Bart Peters deed een soort verslaggeving van op Torhout Werchter, heette dat vroeger nog. En hij kruipt zo een tent in. Dat is zo'n gast die, denk ik, een uur ervoor na 80 miljard duvels gezegd heeft van let's call it a day. En die ligt neer en die denkt van nu ga ik zalig mijn roes uitslapen. En dan wordt hij gewekt door Bart Peters die een vraag stelt. En je ziet die echt kijken van wie is dit en waar ben ik? En echt een fantastisch fragment. Maar we hebben die mensen niet teruggevonden, want het enige wat je weet is, dat is een krullenbol, die ziet groen. Of enfin, paars op de kleurenkaart van alcoholisme. En voor de rest heb je geen aanknopingspunt. Dus ja, dat is echt vaak heel moeilijk. En dan heb je nog eens mensen, als je ze vindt, ofwel zijn ze overleden, ofwel willen ze niet meer op tv komen. Er zijn heel veel mensen die zichzelf niet kunnen relativeren. Hè. Mm. Zo'n mens was fantastisch. Die maakte school-tv. En dat was iemand die voor kinderen sprak. En die sprak zo, want het is voor kinderen natuurlijk, hè, kindjes. En die gingen dan... Ik voel mij een beetje aangeraakt op een of andere manier. Ja, sorry. Ik weet ook wat er gebeurd is. Maar die gingen dan bijvoorbeeld bij de agent. Vandaag gaan we naar de politie. Dag, oom agent. Zo, dat was echt heel tof. We hebben die mensen huldigen omwille van zijn subtiel enthousiasme. Maar dus ja, ondertussen was een oude, zure, Norse man geworden die dus tot daar niet wou aan herinnerd worden. Ja, dat je denkt, ja, dat is jammer. Hè. We zijn toch allemaal maar mensen. We hebben toch allemaal onnozel dingen gedaan vroeger. Of later. laat ons daar vooral toch gewoon naar kijken en dat omarmen. Misschien is hij gewoon verzuurd in vergelijking met wat je ervan gezien hebt. Dat kan natuurlijk ook. Dat kan zijn, ja. Bij de bakker ook. Ze zo een bruin brood voor mij. Iedereen dacht van, ja. Als het dan een keer een minder dag heeft, hij is toch wat verzuurd. Nee, hij is gewoon normaal nu. Dat is waar. Dat is wel raar. Ik ga bij je weg, zeg. Dat is ook misschien nog... Is er iets dat je zelf nog wil maken? Want ik zie ook altijd, je bent heel selectief. Je werkt hard aan een programma. We zien je soms een jaar en een half niet meer. En dan keert je terug. En het is meestal van een goede kwalitatieve waarde. Is er nog iets dat je echt wil maken of dat nog niet gelukt is om te maken? Ja. Nog heel veel. Ik heb altijd het gevoel, dat is goed, maar ook vermoeiend, dat het allemaal nog moet beginnen. Dat is goed. Ja, is goed, zeker. Maar dus dat wil zeggen dat ik... Ja, er is nog heel veel dat ik wil doen. Ik zou zeer graag iets rond kerst en kerstmythologie doen. Dus, ik ben gefascineerd door horror en griezels en mythische wezens. Mijn kinderen helaas ook. tot de ergernis van een juffen, die tekenen monsters. En dan schrijft de juffen op het rapport wel een bijzondere jongen. Potentiële serieboorden daar. Ja, dus echt...
Ik weet, toen mijn zoon 3 werd, vroeg de juf van, ik ga nu een tekening maken. Wat wil je graag dat ik teken? En hij zei, ik wil graag een piranha die boos kijkt en kaka doet. Dus. Maar ik zou, om een lang verhaal kort te maken, dus, wij kennen kerst tegenwoordig alleen nog maar van cadeautjes. Ja. Maar eigenlijk, eeuwenlang was de donkerste periode van het jaar het beste excuus voor de beste griezelverhalen. Dus zeker in Europa, in verschillende contreien, in het hoge noorden, in Engeland, fenomenale ghost story, Christmas ghost stories. Oh, die zijn fantastisch. En daar zou ik echt zeer graag iets willen mee doen. Zo geweldig zijn, zo rond de eindejaarsperiode. Iedereen van die mooie eindejaarstelevisie verwacht. En een nieuw programma met Stefan Erreweeg. Iedereen, ach, de VRT-kijker zal blij zijn. En jij, goed, monsters. Ik denk dat mensen gaan sterven als dat gebeurt. Want... Ja, maar ja. Ik heb het even gecheckt, er sterven sowieso mensen. Hè. Ga daar drinken in de hoop op een applaus. Voor de... Zit daar iets in? Is dat ja, ja, dat is absoluut voor u. Dat is kakkerlakvrij, denk ik. Smaakt het kakkerlakvrij? Ja, nee. Gens water. Gens water. Ik vind het eigenlijk, mag ik dat even zeggen, ik vind het sowieso een grote eer om hier te zijn. En ik vind het zo tof om eens op het podium van de Minaar te staan. Ja. Want dat is natuurlijk de ja, hier werd vroeger de Gentse volkshumor gebracht. Hè? De Romein de Keunink, een Gentse komiek. Ja. Die ik helaas nooit live gezien heb, maar een van mijn favoriete Vlaamse films al tijdelijk ook Flanel. Daar speelt hij de papa van Urbanus in. Ah, ja. En daar heeft hij dus de geweldige zin. Hij ligt dus de film begint met dat dus, de papa van Urbanus op zijn sterfbed ligt. En je hebt Jan de Cler en Urbanus, de twee broers. En de vader moet nog iets zeggen. Kan u nog één ding zeggen, hè? En dan valt hem dood. Daar moest ik toen ik 10 jaar was ongelooflijk hard mee lachen. Wel, als mensen willen zien, hij is versteend op de trap hier vooraan. Is het zo? Ja, zo is het aan zijn einde gekomen eigenlijk. Ah. Hij werd gestenigd wegens humor. Ja. Of, Hij zat op de trap en is gewoon kkk, en nu zit hij daar nog altijd. Dat is heel vreemd eigenlijk. Over theater gesproken. Vind ik heel leuk. Stefan Erreweeg gaat de theaters op. Ja. En er komt een show, De Droom van Philo. Ja. En hij mocht uitleggen wat dat is aan mij. Ah ja, oké. Okay. Dus ja, dat is een... Erotisch... Nee. Dat is zo echt gevoel door 2 seconden. Nee. Ah, nee, toch. Nee, toch. Nee, dus ja, ik... als kind en als tiener heb ik eigenlijk heel veel toneel gespeeld en ik mis dat. En ik dacht, oké, kom, ik ga terug een voorstelling maken. Ik vind tv geweldig, maar dat is een groot machine. Het is altijd een zware bevalling. Je moet met heel veel mensen werken en veel compromissen sluiten. En ik dacht van, oké, kom, nu maak ik een voorstelling. Ik wil daarmee gaan toeren. Zoals een voetballer 2 keer per week gaat shotten, wil ik 2 keer per week gaan spelen. Voilà. En zo gezegd, zo gedaan. In oktober ben ik vertrokken. En het gaat eigenlijk over de geest van de uitvinder van tv. Dat is Philo Farnsworth. Dat is een Amerikaan die tv heeft uitgevonden, dus het toestel. Die is heel jong gestorven. Die vond zijn uitvinding verschrikkelijk. Die had daar ongelooflijke plannen mee. Die dacht van, als er tv is, dan gaan we de wereld redden. We gaan er nooit meer oorlog zijn. Want mensen gaan elkaar kunnen begrijpen. En tel me wat er met internet eigenlijk gebeurd is. We gaan het internet uitvinden, want dan... Ik dacht dat hij teleurgesteld was dat hij het gemaakt had, aanstak. Wow, er is niks op. Het hadden we weer uitgezet. Dat kan natuurlijk ook. Maar nee, hij was teleurgesteld om... Ja, zo in de jaren 50, eens was het gewoon entertainment, hè, quizzen en... En dat vond hij heel erg, is heel verbitterd gestorven. Dus die zijn geest verschijnt aan het begin van de voorstelling aan mij, en die vraagt mij om uit te leggen wat er met zijn uitvinding gebeurd is sinds zijn dood tot nu. Je verschijnt een geest. Is het met hologrammen en zo dat je gaat werken? Zeg maar, jongens, ik moet toch nog een aantal dingen even... Ja, ik geloof niet in spoken, dus er is maar een andere optie. Hè. Van herwege kan maar gissen dat dat het gaat zijn. Of is het gewoon like een laken met een bezem? Van... Maar voorlopig is het idee, dat Koen Krukke... de geest uitspelen. Voor zo'n 1 minuut. Ja, omdat als ik zijn Instagram check, dan denk ik van, dat is mijn geest. En dus die geest, ik krijg 24 uur de tijd en dan verschijnt hij terug en dan moet ik hem eigenlijk het verhaal van tv brengen. En de voorstelling gaat over dat ik zoek naar, hoe vertellen aan de mens die het beste voor heeft, voorhad met tv, wat tv eigenlijk allemaal heeft gedaan. Dus er is geen enkele uitvinding buiten het internet dat de wereld de afgelopen 70 jaar zo heeft veranderd en bepaald dan tv, in de positieve en de negatieve zin. Dus het is eigenlijk een excuus om heel veel straffe verhalen
te brengen. Maar ik kijk ernaar uit, omdat dus, het is geen spreekbeurt of het is niet nog eens even verteld. Ik wil echt een voorstelling maken. Ik speel graag poppentheater, ik zing graag, dus ik waarschuw u. Als ik echt zou zingen, is er korting, hoor. Dat is, En als is er sowieso een kansenpasrekening, dus dat, ja, dat komt zeker, ja, goed. Maar voilà, dus ik wil eigenlijk... sorry, soms ben ik klef. Ik maak graag tv omdat ik de trucendoos van tv zo tof vind. Mm-hmm. En ik wil graag een voorstelling maken omdat ik de trucendoos van het toneel ook zo fantastisch vind. Ja, dus maar voilà. Ik vind ook... Je hebt wel een goede interactie met het publiek. Ik heb in een heel lang verleden opwarming van rasters gedaan. En ik zag ook altijd uw interactie met het publiek. Je werkt wel goed met mensen in het algemeen, één op één. Dus het is voor mij een logische stap dat je nu naar het theater gaat. Is het ook omdat je het leuk vindt om direct de respons te krijgen? Sowieso, ja, dat mis ik heel hard. Ik vind tof dat je zegt dat ik goed met mensen omga, dat tegen mijn vrouw eens zeggen. Allee, ik zie haar van het weekend. Dat mis ik heel hard. Want dat is... Kijk, het vreemde aan tv is... Je maakt een programma, je werkt daar heel lang naartoe. En dan is dat daar en dan... Zit het thuis. Ik kijk ook altijd naar mijn eigen programma. En dan zit ik daar en denk van, ja... Wat zouden de mensen daar nu van vinden? Dat is zo'n raar gevoel, omdat... Oké, je hebt wel Twitter en zo, maar dat check ik niet, want daar word ik alleen maar ongelukkig van. En mijn mama sms dan wel. Ah, jongen, het was weer heel tof. En ik krijg eigenlijk wel een respons van... Pas op, de dingen die je mama op Twitter zegt, dat zou ik ook niet lezen. Dat is heel vilijne dingen dat die vrouw zegt. Mijn moeder is uit Albanië. Sorry, dat gaan we knippen, hè? Nee, het blijft erin. Okay. Ik mis echt het directe contact en de barometer van oké, is het goed, is het niet goed? Hè? Ja. Dus die mop van mijn moeder komt uit Albanië is duidelijk niet goed. Ja, in een tv-programma zou dat daarin zitten en dan zit dat op tv en dan krijg je 30 tweets van zeg, die mop van die moeder die uit Albanië komt, die trekt echt op niks. Je hebt het nu zelf in gang gezet. Hè? Like, ik weet het. Dit gaat recht naar het internet, ja. Je weet dat toch? Maar ik weet sowieso dat er straks nog een moment komt dat we gaan lachen. Mijn moeder komt uit Albanië. Heb je een zaadje geplant voor later op de avond? Nee, ik heb al 2 kinderen. Dan gaan we het bij jou. Is er iets uit de show? Ik weet, je moet niet te veel weggeven. Het is een work in progress. Maar heb geschiedenis over televisie gelezen en gezien. Is er een specifiek ding dat je denkt van dat gaan mensen heel leuk vinden of dit kan ik al weggeven uit de show? Maar er zijn toch een paar bijzondere verhalen die ik heb geselecteerd op basis van dingen die mij ofwel raken of shockeren of die grappig zijn. Bij een van de... het allereerste tv-station ooit, hè, dus iemand is ooit begonnen, dat waren de nazi's. Hè, dus de Duitsers hadden vroeger een project... de nazi's. Heel populair geworden, dat schijnt. Ja, dat was de... Ja, die hebben het eerste tv-station gelanceerd. En die hadden ook... Die hebben dus bijvoorbeeld het eerste entertainmentprogramma gemaakt. Ja. Ongelooflijk, hè? Dat is een van die dingen. En bijvoorbeeld... ik ben grote fan van Sesamstraat. En de Amerikaanse Sesamstraat, daar heb je Big Bird, hè, Pino, ja, maar dan in het geel. Die was ooit gevraagd om mee te gaan met een space shuttle. Dus op een bepaald moment, de NASA was in de jaren, ja, met de landing op de maan, wou elk kind in Amerika ofwel astronaut of massamoordenaar worden. Maar astronaut was echt zo van, later word ik astronaut. En tegen de jaren 80 was die populariteit weg. En de NASA wou luchtvaart terug populair maken bij kinderen. Dus ze dachten van, oké, Sesamstraat is zeer populair, we pakken een populaire figuur mee de ruimte in. En Carol Spinney, dus de acteur die Big Bird al... die mens is nu in de 80, die speelt dat al van dag 1 in 69. Die wou mee, die vond dat fantastisch. Dus die heeft wekenlang getraind bij de NASA. Maar er was een probleem, dat kostuum geraakte niet in de space shuttle. Dus uiteindelijk is dat niet doorgegaan. Goed, die was heel ontgoocheld, maar ze hebben dan wel gezocht naar iemand die wel mee kon om kinderen te doen kijken. En dan hebben ze eigenlijk een lerares gepakt van een lagere school. Een mevrouw die les gaf in, denk ik, 2e of 3e studiejaar. Die geselecteerd was uit honderden en honderden leerkrachten. Die heeft maandenlang getraind. Dat was echt een vedette. Die kwam bij Johnny Carson, Ronald Reagan had haar al ontvangen op het Witte Huis. Dat was zo het gewone meisje die meeging de ruimte in. Goed, op een bepaald moment... CNN was pas begonnen. CNN in het begin die zeiden van ja, we gaan 24 uur of 24 uur gaan wij nieuws brengen. Ja. Alleen het probleem is, er was 24 of 24 uur geen nieuws.
Ja, dus, want dat kan ik u nu wel vertellen. Dat nieuws wordt vaak gewoon gemaakt, hè, dames en heren. Allee, ik bedoel... ja, dus er was zoiets van, wat moeten wij 24 uur lang uitzenden? Dus wat deden die? Die capteerden gewoon lanceringen van space shuttles. Dus die space shuttle, waar die leraars in meeging, was natuurlijk... Dat was wereldnieuws. Dus dat werd s'morgens live uitgezonden. Heel de natie zat voor tv. Kinderen hadden verlof gekregen. En Carol Spinney, die Big Bird speelt, zat daar heel hard mee, dat hij niet mee kon. Dus hij zit thuis met zijn vrouw en zijn kinderen voor tv. Die space shuttle vertrekt en die ziet die 15 seconden later ontploffen in de lucht, live op tv. Iedereen dood. En die gast denkt, fuck, waar ben ik aan ontsnapt? Oh man, ja, dus... Maar voor de rest lachen geblazen, hoor, jongens. Allee, het is ik had het wel willen zien. En dan pluimen, maar... Ja. Nee, zo'n show was nu wel niet. Pluimen, ja. Ja, ik ben... Omdat het een vogel is, natuurlijk. Ja. Ik zat al lang met een beeld in mijn hoofd van zo'n Big Bird en zo'n anti-gravity-machine. Die zo... Nee, ja. Enfin, het geluk is dat hij er nog wel is en nog elke dag Big Bird speelt. Ja. Maar ik kijk er enorm naar uit. Het eerste ticketje is al verkocht aan Xander de Rijken. Dank u, maar jij mocht gratis komen. Yes, daar hoopte ik eigenlijk op. De Droom van Philo door Steven van Herwegen had een première in oktober in Aalst en daarna door het hele land te zien. Geef een daverend applaus voor Steven van Herwegen. Dank u wel. En dan is het nu tijd voor een streepje comedy. De volgende dame is de recente winnaar van de Humo's Comedy Cup. En u kan haar af en toe zien opduiken in de ideale wereld. Geef een warm applaus voor Amelie Albrecht. Hallo. Amai, als dat al werkt. Ik heb inderdaad Humo's Comedy Cup gewonnen. Toen ik me daarvoor had ingeschreven vorig jaar, dacht iedereen rond mij dat ik ineens heel ambitieus was. Ik ga direct eerlijk zijn met jullie. Ik ben echt totaal niet ambitieus of zo. Het enige probleem was dat mijn twee stiefzussen allebei een kind hadden gekregen vorig jaar. En dat ik echt dringend op tv moest komen om thuis ook nog een beetje aandacht te krijgen. Dus, tv, ja. YouTube in dit geval. Even goed. Ik zal het maar nemen. Ja, zelf heb ik nog geen kinderen. Ik wil er wel heel graag. Ik wil er drie. Als ik dan één favoriet heb, dan hebben die andere twee elkaar nog. Dat is wel het concept. Wat kan ik nog vertellen? Ik heb het niet zo voor snelheidsborden. Iedereen kent ze wel. Je hebt er van 30, 50, 70, 90 per uur. Ik snap dan gewoon niet goed waarom mijn kilometriek in de auto alleen maar 20, 40, 60 en 80 aangeeft. Dus... Dat is niet logisch. Ik ga wel even wachten. Doe maar. Ik heb het ook niet zo voor mijn beste vriendin. Ja, het is erg. Maar... Allee, het is wel een toffe zoon, maar ze is echt gewoon oerdom. Om een voorbeeld te geven, ze heeft zo'n keer haar gsm laten vallen en mij dan een screenshot gestuurd om te tonen hoe neig dat haar scherm gebroken was. Ja. Echt dom. Ze heeft zo ook heel lang gedacht dat ze kanker had. Ik heb haar dan met handen en voeten moeten proberen uitleggen dat haar uitval niet komt door kanker, maar door chemo. Ik dacht ook nog dat ze chemo had opgelopen. Echt... Ik wil even iets duidelijk maken nu al, want ik krijg veel commentaar achter een optreden, dus je moet zoiets allemaal niet afkomen. Want mensen vinden dat ik niet mag lachen met kanker. Ik denk dat niemand mij heeft zien lachen. Het zijn jullie die net hebben gelachen met kanker. Ik wil even... Ja, het is iets, hè, kanker. Ik zal stoppen over kanker misschien. Iets luchtiger. Ik heb een hond. Dat is wel een leuk beest. Die heeft geen mening en zo. Dat is echt top. Je kunt tegenwoordig bij de brandweer een sticker gaan afhalen om het leven van je hond te redden. Moest je huis afbranden? Ik vond dat echt de max. Ik ben daar direct omgereden. Ik weet nog altijd niet hoe vuurbestendig dat een sticker is. Maar bon, het zal wel werken. Ik zou het gewoon belangrijk vinden dat ze mijn hond redden als mijn kot afbrandt. Ik zou het ook wel belangrijk vinden dat ze mij redden. Dus ik heb er wel een foto van mijn eigen naast gedaan. Ja.
vind de sticker voor de rest niet zo praktisch. Ik weet niet goed wat ik ermee moet doen. Ik heb een paar problemen. Ik ga bijvoorbeeld elke dag met mijn hond wandelen. Dat is buiten. Moet ik dan elke dag die sticker eraf prutsen, terug opplakken, om die plakt dat dan aan meer. Ze zegt, het is niet praktisch. Ze zeggen nu ook gewoon niet hoeveel dat er zo mogen hangen. Mijn buurman is duivenmelker. Die zien hem door zijn ruit. Hè. Dat is gedaan. Ik heb wel mijn plezier in de sticker. Ik heb erop geschreven dat ik één hond heb. Een kat en een cavia. Ik heb maar één hond. Allee, laat ze maar zoeken. Ik zou dat wel grappig vinden. Ik begin ook op een duur te hopen dat mijn huis zou afbranden. Echt, dat is... Ik hoop dan ook dat dat vooral 's nachts gebeurt. Want mijn hond slaapt ook buiten. Dat weet ze ook niet. Dat is... Die hond heb ik eigenlijk alleen maar gekocht omdat ik had gelezen dat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat mensen met een hond langer leven. En dan moet ik niet meer stoppen met roken. Dus... Dat is handig. Ik wil zelf niet stoppen met roken, maar iedereen rond mij is mij zo aan het verplichten. Omdat zij het zonde zouden vinden, moest ik niet zo lang meer leven. Ik ga eerlijk zijn, zelf zie ik daar het probleem niet zo van in. Stel dat ik nog maar 50 word. Ik ben nu 25 jaar. Dan heb ik nog 25 jaar. Ik ruw mij nu al steendood. Dus dat was dan. Dat is echt wel oké. Ik moet allemaal niet denken dat ik mijn eigen iets wil aandoen of zo. Zo beu ben ik het nog niet. Ik denk wel dat nu voor mij het ideale moment is om dood te gaan. Dat wel. Zeker sinds ik Humo's Comedy Cup heb gewonnen. Als ik nu dood ga, dan sterf ik beloftevol. Dat zou kei mooi zijn. Allee. Als ik nog blijf leven, moet ik dat nog waarmaken. Dat is kei veel werk en zo. Allee, dat is... Maar boy, ik leef nog, dus ik moet het nog proberen waarmaken. Ik oefen veel voor stand-up comedy. En blijkbaar moet een goede comedian aan publieksinteractie doen. En dat is niet zo mijn ding. Ik praat niet graag met iemand. Laat staan met een hele zaal. Maar ik oefen nu dus elke keer. Dus ik ga dat nu ook doen. Bijvoorbeeld hier. Meneer, wat is uw naam? Bart. Oh, kijk, Bart. Ja. We kennen allemaal een Bart. Hè. Ik kan er niks mee doen. Ik ben ook vrijgezel, zou het raden. Mijn lief heeft mij gedumpt. Hij vond dat ik hem te veel behandelde, gelijk een hond. Ik heb dan maar gezegd dat hij in dat geval in het vervolg zelf zijn ballen kan likken, want... Nu moet je niet beginnen klappen, dat is echt te flauw, dat is echt... Ja, het was er misschien een beetje over van mij om dat te doen. Het was er misschien ook een beetje over om voor hem ook een sticker te hangen, ik weet het niet. Dat hij iets mee heeft gedaan. Dank u. Wat kan ik nog zeggen? Ik ben ook geboren met een lui oog. Ondertussen is dat uitgezaaid naar de rest van mijn lijf. Dus... Dat wil dus zeggen dat ik elk jaar naar een oogarts ga, dat hij elk jaar zegt, je hebt nog altijd een oog. Dan zeg ik, ik zie het. En dan zegt hij, oké, tot volgend jaar. Dat is wat er daar gebeurt. Ze kunnen dat niet opereren, ze kunnen daar niks aan doen. Ik moet alleen veel geduld hebben, zegt hem. Ooit gaan ze dat misschien wel kunnen doen. Ik heb nu al heel veel geduld gehad. En ondertussen kunnen ze nu wel van een man een vrouw maken en van een vrouw een man. Maar ça va, ik wacht nog wel even. Wanneer dat... Ik weet niet wanneer dat op de planning staat in de wetenschap, maar... Het is gewoon zonde, want ik heb nog altijd geen dieptezicht. Dus dat kunnen zij bij die transgenders opereren wat ze willen, tetten of niet. Ik zie het verschil nog altijd niet. Dus... Ik weet niet hoe dat eruit ziet, een transgender. Ik vind het wel oké. Ik vind dat iedereen moet doen wat hij wil. Transgenders, ik heb daar niks op tegen. Ik zit in die dingen wel een beetje nu met de gynaecologen. Daar heb ik een beetje compassie mee. Ik denk echt dat we binnen 5 jaar met een record aantal gynaecologen met een burn-out gaan zitten. Dat kan niet anders. Als je dan als koppel nog durft vragen, en dokter, wat wordt het? Dan krijg je toch gewoon een zenuwinzinking. Kom. Het enige dat die je nog gaat kunnen zeggen is, godverdomme, ik wint ook niet mee. Hè. Jongen of meisje, leer het klappen en vraag het hem zelf. Ik ga afsluiten met iets positiefs, want blijkbaar ben ik soms een beetje negatief. Dus ik wil alleen nog maar zeggen dat ik echt heel veel respect heb voor mensen die dat graag puzzelen. Echt, chapeau. Moet maar doen, hè.
zo uren, dagen, maanden bezig zijn aan het leggen van zo'n puzzel en dan alleen maar kunnen zeggen, ah kijk, dat is inderdaad dezelfde afbeelding als op de doos. Ik was Amelie Albrecht, dank u wel. Amelie Albrecht, dames en heren. Dames en heren, onze volgende gast is een vriend van de familie. Mag ik een daafdapplaus voor de belpopkenner van Vlaanderen, Jan Delvaux! Speciaal voor u, Jan. Dank je wel. Ik heb het niet herkend. Jawel, ja. Onze belpopkenner stelt teleur in de eerste seconde. Hallo, Delvo, alles goed? Ja, jongen. Welkom in de show. Op mijn leeftijd nog eens. Onder de jonge mensen komen? Onder de jonge mensen, ja. Voor Steven is dat flatteren dat hij nu onder de jonge, dat hij de jonge mensen is vanavond. In ik ben 60, en jij? Ja, Steven, ik was nu aan het denken... Ik ben eigenlijk een beetje de Steven van Herrewegen van de Belgische popmuziek. Als ik mezelf zou moeten voorstellen in zin. Want Steven is eigenlijk een oude man in een jong lichaam, die ja. altijd in de archief zit van de VRT, mm-hmm. beeld zit te zoeken. En ik zit in het kot ernaast en ik zoek muziek eigenlijk. Dat is een beetje de... Inderdaad, ik ken u van de Belpop Bonanza Show. Mm-hmm. Mensen kennen u vooral als de Belpop-kenner. Van waar komt dat origineel? Ja, dat is een misloop der geschiedenis eigenlijk. Het is begonnen bij Studio Brussel, daar ben je ook begonnen, denk ik. Ja. Of, ja. En er was een programma dat heette Het Verhaal van de Pop. En elke week werd er in een uur het verhaal van ja, de carrière overlopen van een artiest. En ik was redacteur en ja, dat programma bleef maar lopen en lopen en lopen. Dus ik heb dat 2 of 3 seizoenen gedaan. Ik had zoveel materiaal dat ik dan een boek heb gemaakt. En dat was nog in de vorige eeuw. Als je toen een boek maakte, dan was je iemand. En dan werd je geïnstalleerd als een instituut. En plotseling was ik daarmee bezig. En dan ben ik dat eigenlijk blijven doen. Heeft Studio Brussel mij gevraagd om elke week verhalen te komen vertellen. En toen het daar op was, of toen het oud geworden was, nam Radio 1 het over. En dat doe ik nu al 10 jaar ondertussen. En nu komt Radio 2 aankloppen en dan is het einde in zicht. Binnen 10 jaar op Nostalgie en Radio Maria. Nostalgie, ja, voilà, ja. De droom is eigenlijk om op al die zenders tegelijkertijd ooit aanwezig te zijn. Nee, dat is niet waar. Uw kracht bestaat er ook uit waar dat je ook komt. Je vindt altijd een insteek van muziek. Je kwam hier binnen en je zei van, nou, de Minaar, weet toch welke artiest dat er op minder van een kwartier vandaan woont? Ik zei, maar hoe kan dat nu weer in godsnaam? Ja, maar dat is een beetje beroepsmisvorming natuurlijk. Het werkt in 2 richtingen. Hè. Ik bedoel, je merkt dat er... Dat is ook de, want ik maak nu ook van alles, hè. Boeken, theatershows, dat soort dingen. De fascinatie bij iedereen blijft altijd van... Tja, bij ons. Wij kunnen moeilijk ons inbeelden dat de grootte der aarde, dat we daar een link mee hebben. Dat vinden we altijd heel, heel fijn. En wat we ook heel tof vinden, is dat als er iets gebeurd is in ons eigen dorp ook nog eens, dat is dan ook heel fijn. De trots in Werchter, ik woon toevallig in het dorp naast Werchter, mm-hmm. De trots van mensen in Werchter om dan op vakantie in Palma de Mallorca te kunnen zeggen dat zij uit Werchter komen, dat is iets bovenaards eigenlijk. En dat hebben wij... Ik denk, Amerikanen zijn daar niet mee bezig. Die hebben zoiets... Ja. Ik bedoel, om een voorbeeld te geven, wij hebben de popmuziek bestaat 60 jaar. In die 60 jaar hebben wij 6 wereldhits gehad. We kennen ze allemaal. Sir Surir, Wallace Collection, Daydream, Eviva España, Saplan Purma van Plastic Bertrand. Ik ben er nu al eentje aan het vergeten, denk ik. Pump Up the Jam. Ja. Een beetje Gauthier misschien nog. Aalst. Gemaakt in... Aalst? Sorry? Gemaakt in Aalst, hè? Gemaakt in Aalst, Pump Up the Jam. Maar even mee, hè? Er is trouwens nu net ook een boek, Onion Rock heet het. Ja. Een boek verschenen over de muziekgeschiedenis van Aalst. En ik vond het wel grappig, want ik wou er iets mee doen. En ik las deze week dat het... Deel 1, dat vond ik heel tof. Van 1967 tot 1992. En dat was al zo'n kanjer van 300 pagina's ongeveer. Ja, als alle carnavalnummers daarbij zitten, dan gaan we het eigenlijk bezig zijn. Ja, er zijn rijke tradities. Maar dat merk je nu, dat is iets raar. Ik heb een soort Davidsfonds. Ken je Davidsfonds nog? Ja. De ringbaard. Dat gevoel, ik heb zo'n soort heemkundig gevoel de laatste tijd. Omdat je merkt, volgende week komt er in Oostende weer een boek uit over de muziekgeschiedenis van Oostende. En in elke gemeente ongeveer, denk ik, moet iemand nu bezig zijn. Vroeger was dat de heemkunde die de stamboom deed en dat soort dingen. Die is nu met de popgeschiedenis bezig. Popmuziek is eigenlijk het nieuwe erfgoed. Ja. Dus ik heb een soort van
ja, netwerk van satellieten van 200-300 mensen die nu naar zich nu allemaal boeken aan het maken zijn over de lokale geschiedenis. En opgeteld wordt het dan een groot levenswerk. Nee, maar het is een fascinatie die bij heel veel mensen leeft en dat komt mij alleen maar ten goede natuurlijk. Maar het leuke vind ik aan de Belpop Bonanza shows is, je vindt altijd linken met Vlaamse muziek die zo ver gaan, zelfs tot in Amerika, dat ik niet zag aankomen. Ja. Ja, dat zijn de mooiste en ik zal hem aanschouwelijk maken. Doe maar een Delvoke. Ga maar in een spin naar het publiek toe. Oké, ik laat een nummer horen. We gaan flart muziek horen en dan gaan we de link leggen met ons land. Oké, ga luisteren. Dit is Kendrick Lamar. Groot hit hiphop. Sorry? In Toasters. Ja. Een nummer dat waarschijnlijk al 3 miljard streams heeft gehad. Wel, die Aring Ting Ting, die is eigenlijk volledig van Belgische origine. Ik laat even het origineel ook horen. Dit zijn de Chakachas. De Chakachas waren de eerste Belgen die ooit een gouden plaat hebben gekregen. In 1958, dus al 60 jaar geleden. En dat waren eigenlijk 6 zotte onkels uit Schaarbeek. Dat waren mensen die overleefden door in een balkens te spelen. Die speelden cha-cha-cha en tango. De muziek waar mijn ouders en jouw grootouders op dansten. En die deden alsof ze Cubanen waren, die dan ook allemaal artiesten namen eigenlijk. En die namen ook platen op. En dit is zo'n nummer dat heet Yo Soy Cubano. Die zaten oorlijk te zien op zaterdagavond. Ik ben een Cubaan. En dit nummer is geschreven door Jozef van het Groenewoud. Rings a bell. De pa van Remo van het Groenewoud. Hij heeft dat nummer ooit gecomponeerd. En Kendrick Lamar heeft dat dan opgepikt. Trouwens, Ronnie Massus heeft dit dan ook nog ooit gebruikt. Weet je nog met het WK? Nee, het was het WK. Ja, nee. Het vorige WK met die Origigi. Origigigi, dat is diezelfde Arintintintin. Heeft hij toen weer gebruikt als Origigigi. Het hele mooie is dat ik dan dacht van... die moet daar rijk van geworden zijn. Maar als Kendrick Lamar een stuk muziek van jou opneemt, dan dat is kassa kassa, maal 35.000. Maar nu bleek dat Raymond daar helemaal niks heeft aan overgehouden. Want die pa was nogal... Ja, pa van het Groenewoud. Dat is een beetje een drankorgel met losse handen. En zijn broer, Remo heeft een broer, Sandro heet hij. Ja. Zeer mooie naam, vind ik ook wel. Met Van het Groenewoud daar dan achter. Licht Cubaans klinkt het licht ook. Licht Cubaans eigenlijk, hè. Yo Soy Sandro. Die twee hebben eigenlijk verzaakt aan de erfenis. Dus nog voor ze wisten wat er allemaal ging binnenkomen aan Sabambe, die verzaakt aan de erfenis. En dan zijn we dat verder gaan uitzoeken en dan bleek dus dat het geld gewoon naar de Belgische staat gaat. Dus het geld van Kendrick Lamar, zo'n hallucinante gedachte. Ja. Dus elk jaar komt er een cheque vanuit Amerika... Naar Didier Reinders eigenlijk van Kendrick Lamar. Die twee die kennen. Dus Remo van het Groenewoud loopt geld mis van Kendrick Lamar. Daar komt het op neer. Eigenlijk zou je het ook zo kunnen stellen. En dat is niet het enige voorbeeld. Nu, dit is zo'n vondst. Hoe kom ik daar dan op? Dat is ook door een waanzinnig toeval weer ergens dat ik iets gelezen heb. Dat. Zo kom je daarbij. En dit zijn zo de 1 keer per maand of 1 keer om de 2 maanden dingen. Maar ik blijf ze vinden gewoon. Dat is het geweldige ook. Dat is zo... Ja, eerst dacht ik, er is laaghangend fruit, zo de dingen dat je dan weet. Zo maar ja, soms de betrokkenen weten het vaak zelf niet. Dat vind ik ook wel heel tof, dat je dan iemand moet gaan melden. Want Raymond wist dat wel vaag, maar wie is die Lamar? Dat was zo een beetje in het ongewisse. Dat is ook heel graag zien, Raymond. Die zegt, wie is die Lamar hier? Ja, nee, maar bedoel dat. En waar zijn mijn centen? Nee. Maar ook vooral vanuit het soort ongeloof. Die kon dat zelf aanvankelijk ook niet vatten. En, het is een ander waanzinnig verhaal, maar dat is denk ik al ondertussen algemeen bekend, is het verhaal van Jean Kluger. Jean Kluger is een man van in de 80 met zo'n regenjas, zo'n opa-figuur. Ja. De man achter Wiltura, de succes van Dana Winner, een degelijk iemand. Zo. En die ik regelmatig ontmoet. En elke keer heeft hij een andere verrassing. Onder zijn regenjas? Of wat? De man achter, hè? Ja. Nee. Het is een soort... zoals die Russische poppetjes. Er komt elke keer een nieuw verhaal. Dus nu weet ik ondertussen dat hij... hij woont in Versailles. Hij was de buurman van Johnny Hallyday. En zijn vrouw is ooit ontvoerd.
En dan heeft president Giscard d'Estaing wat geregeld. Bedoel, ja, oké, okay, oké. Okay. Goed, ja. We gaan terug naar de muziek. De laatste keer dat ik hem zag, was enkele maanden geleden, zei van... Ja, je weet hoe dat ik de boekhouding doe van Daft Punk, zei hij toen. En dan geeft hij me dat als een soort van raadsel. En dan moet ik dat eigenlijk oplossen. En dan mail ik hem een paar weken later. Ik heb het gevonden, Jean. En dan blijkt inderdaad dat hij de boekhouding doet van Daft Punk. Fantastisch toch, hè? Het komt zo, hij had een maat in Frankrijk en die heet Daniel Bangalter. En een van de twee gasten van Daft Punk heet Thomas Bangalter. En die Daniel Bangalter, ik ben zijn artiestennaam nu even kwijt, komt zelfs wel, die heeft heel wat nummers geschreven voor Wiltura. Dus de muziek gemaakt, Mooi het leven is mooi. Ja. Dat is van de pa van de mannen van Daft Punk. Dus... En Delvoken doen, dames en heren. Ja, dus die twee kennen elkaar jaren en dag. En op een dag zegt Daniel Bangalter... Mijn zoon heeft ook een groepje, wil eens niet komen kijken. En dus, ja, dat beeld bestaat naar verluid, is Jean Kluger samen met Wiltura zijn ze gaan kijken in de AB naar Daft Punk. En ik heb aan Wil gevraagd... Dus de mannen van Daft Punk die zeggen tegen Wiltura, zeggen ze, onkele Arthur. Onkele Arthur, is toch chic, hè? Dus Wiltura heeft een één-op-één link met een van de grootste dance acts aller tijden. Dat is ongelooflijk. Ja. En het is overal, hè? Jij komt uit... Deels Zelzaten, deels ook het Meetjesland. Het Meetjesland. Zelfs het Meetjesland is... ook daar zijn kiemen te vinden van beschaving, van muzikale beschaving. Meer nog, in 1967 was het Meetjesland het Beverly Hills van Vlaanderen, zo'n beetje. In Ertvel, en dat vind ik de mooiste gedachte, dus Eddie Wally, jouw held. Eerste grote hit in. Cherie was een grote hit in welk jaar? Ja, dat moet je als expert weten. Was 1966. Het was trouwens eerst een hit in Nederland en dan pas in Vlaanderen. Oké. Okay. Ik weet ook niet waarom. En die man woonde dus in Ertvelde. Was daar de rijkste man van het dorp, denk ik. En dan moet je inbeelden, in 1967 komt daar een beginnende Engelse groep spelen. En de gedachte alleen omdat dat op twee straten was van Eddie Wally, dat hij misschien zelfs virtueel had kunnen... Nee, lijfelijk had kunnen zijn, want hij moest gewoon twee straten verder naar Zaal Recta. Wel, daar speelde toen in maart 1967 speelde Pink Floyd. In het dorp van Eddie Wally. Ja, dan wil ik weten waarom, want een maand eerder waren de Kings daar geweest en dan enkele jaren later Donna Summer in Ertvelde. Ik bedoel, en in Zaalzaten, daar spreekt men nu nog altijd van een optreden van Ike en Tina Turner in Zaal Majestic. Dus ze hadden eerst twee dagen in Frankfurt gespeeld, de dag erna in de Olympia in Parijs. En die avond speelden in Zaal Majestic in Zaalzaten. En dat is ook weer zo'n mooi, zo'n Vlaams verhaal. Dat was een dansing en die waren vernoemd naar het groepje van de zoon van de uitbater. Zaal Mercury, die groep heette de Mercuries. Ja. En een van die gasten werkte bij een platenfirma. De platenfirma van Ike en Tina Turner. En die zochten zo een concert in België. En die gast was zo slim geweest om die dan af te leiden naar Zelzaten. Die had Zelzaten verkocht als het Hollywood van Vlaanderen. Denk ik. Oef, de teleurstelling was groot die avond. Die zaal zat stampes vol. Daar zat, dat was 1000 man of zoiets, denk ik. Dat is meer dan de gemiddelde inwoner zelfs. Voilà, inderdaad. Het kostte toen €4000, Ike en Tina Turner. Met heel de show, alles erop en eraan. En dan, het grootste probleem was dat er in het contract stond dat Ike en Tina Turner moesten afgehaald worden in Zaventem met een Amerikaanse auto. En die was nergens in Zelzaten te vinden. En dan moet een bekende meubelhandelaar zijn, die jij ongetwijfeld kent. Die had zo'n een Impala, zo'n lange slee. Ja. En uiteindelijk heeft hij Ike en Tina Turner van en naar de luchthaven mogen voeren. Dat is wel een triestige rit geweest. Ja, het is dat. Maar ik bedoel, ik sta nu al te popelen om naar Zelzaten te trekken en daar met de locals die er ooit geweest zijn te gaan praten over... Dat moet toch iets geweest zijn? Dat zal ook de eerste zwarte vrouw in Zelzaten geweest zijn, denk ik. Ja. Nee, maar ik heb één man erover gesproken en die wist zelfs nog perfect wat ze aan hadden, welke kleur. En Tina had een paars gehaakt kleedje aan en Ike had een paars kostuum en een gouden rand. Zoiets als Steven met een gouden rand bovenaan had hij gaan. Ja. Dus dat moet toch iets wel... Dat is de aankomst van Neil Armstrong. Nee, dat is een beetje een rare vergelijking. Maar dat moet zo'n soort... Ja, de aliens die landen in... We waren Eddie Wally gewoon, hè? Ja, dat is wel waar. Dat is wel waar. We zijn er ook nog altijd niet uit of hij van aarde was. Het blijft een mistig, moerassig gebied. Met, Je weet dat die is waarschijnlijk ook gaan kijken naar die shows als hij daar rondging. Dat kan toch ook niet Denk anders? Denk je dat? Ik zou dat grappig... Amashig Pink Floyd. Nee. Er zit eigenlijk een filmscenario in. Hè? Absoluut. De dag dat Pink Floyd naar Ertvelde kwam. Ja, hè? Vanuit het standpunt van Eddie Wally. Ja.
Kort nog, Belpop Bonanza, keer terug. Ja. En deze keer zal de insteek steden zijn. Dus de muziek die vastging aan steden. Ja, zoals ik al zei, bedoel ik, als je ervan uitgaat dat elke stad of elke gemeente een geschiedenis heeft, was de gedachte van, we hadden al 3 theatershows gemaakt. Ik samen met Jimmy DeWitt, ook bekend als DJ Bobby Ewing. En toen dachten we, we gaan lokaal. Hè. Maar het is wel een groot risico natuurlijk, want we hebben nu, het volgende jaar spelen we in 10. We gaan 10 verschillende shows maken op maat van elke gemeente of stad en daar iets doen met de lokale geschiedenis. En ik ben iemand die altijd... Ik ga er altijd vanuit, ik wil alles eens geprobeerd hebben, zelfs als ik denk dat ik het niet kan. Ja, en de eerste die tekende waren Lommel. Toen dacht ik van, ja, wat gaan we daar gaan doen? Maar dan, ja, dan merk je plotseling dat een van de 3 dames van Luf... Heb jij Luf nog gekend? José van Luf. Olé, van die K3, maar dan aangebrand op zijn Hollands. Zoiets moet je denken. Je schat mij ouder in dan dat ik denk op dit moment. Ja, ik kijk altijd naar mij. Weet je nog op de Dode Zeerollen? Ik weet dat niet. Sorry, dat is te lang geleden. Nee, maar ik begin te merken dat er generaties zijn. Dus dan probeer ik dat wel wat te verduidelijken. Maar Luf, Dolly Dots, die periode. En een van die Lufs heeft daar gewoond. En haar man bleek, en toen was ik helemaal verkocht, dat was de manager van Jorge Zamfir. Ja. Dat is zo'n man die panfluit speelt. Die heeft 3000 platen volgespeeld met echt van die hotelmuziek. Toen dacht ik van, ja, yes. Ja, we hebben het gevonden, hè. Daar gaan we iets rond doen. Dus je gaat mensen in Lommel een paar uur martelen met panfluitmuziek. Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Ja, maar, ik bedoel, we hebben een aantal Mechelen, Lieren. En dan merk je dat er altijd wel een lokale traditie is. Dat er altijd wel een rare onkel is of iemand die... In Lommel was er iemand die heeft nu een bar in Gambia. Ja, dan denk je van, ja, yes, hè, bingo. Dat is alweer een verhaal. Ze bieden zich eigenlijk aan op een gouden schotel. Maar ik kijk er naar uit om de nieuwe verhalen te horen. Jij bent een fan. Dat weet ik. Ik heb al 2 keer komen kijken en er komen vervolgen aan. Dat is absoluut waar. Jan Delvaux en DJ Bobby Ewing zijn te zien vanaf september in een nieuwe tour met Belpop Bonanza. Geef een David applaus voor Jan Delvaux. Dames en heren, onze volgende gast is een levende comedy legende. U kent hem van zijn diverse zaalshows, tv-programma's en natuurlijk als DDT uit de kampioenen. Mag ik een daverend applaus voor Jacques Vermeijren. Ja, als je gewoon zo in de kapitaal te staan, het is wel een verandering. Ja, toen wil ik het precies... Precies dat je in een poepenkast zit hier. Het is even smellen. Ja, ik zie al een oude verrimpelde pop voor mij, dat is duidelijk. Ik wist het. Er was een moment dat ik dacht van, hoe had ik... Er was zo'n mooi moment, Jacques Vermeijren, voor de eerste keer in de Minaarschouwburg in Gent. Ja, maar nee, ik vind dit bijzonder, hè. Ja. Door Romein de Keuning. Ik heb nog die tijden meegemaakt op zijn plaat Gijns. Nee, ik vind dat een fantastische zaal. Nee, het was voor om te lachen. Ja, tuurlijk, ik ben geweldig onder de indruk dat ze het geweldig. En dat is ook zo. In het begin moet iedereen een hand geven, maar je zit al een half uur te klappen. Ja. Dat is televisie, hè. Je komt op en dan moeten ze elkaar een hand geven. We zitten al hele tijd te praten tegen elkaar. Allee, zo voor de... We rijden straks naar huis met Jacques. Ja. Gewoon in de gebeuren, hè. Dat is waar. In de sociale wijk. Ja. Maar ik hoor in Keerbergen, een asociale wijk. Ik zie Jacques soms in de les in Keerbergen. Ja. Anoniem. Anoniem, ja. Jij de Lidl heb ik al een keer. Op de parking, hè? Ik steek hem lezen door. Van de groep containers dat eruit halen. Ja. Ja, jongen, er zijn. Carrière en carrière, ja. Ik ben hier graag, ja. Ik heb er nog aan zijn last kunnen zeggen. Nee, Julie, geen sushi. Het is al heel de week sushi. Ah, dat klopt, ja. Ja, dat is waar. Het is helemaal vernieuwd aan dat middenstuk. Ja, dat sushi dingetje, dat kost veel. Stik, als we snoren moet het zeggen, hè. Ja. Die zaad die begint, hè. Ja. Nee, nu ga ik luisteren. Nu ga ik luisteren. Het is hier al 20 minuten ongeveer. Nee, wow. Ik ben zo blij dat je de laatste gast op de laatste show bent. Ik voel je dit op een of andere manier aankomen, eigenlijk. Ik ben ook blij dat ik je niet gecombineerd met Alex Agnew, of we zaten niet tot middernacht. Hoe gaat het met de tournee, Jacques Vermeijren? Vertel eens. Ja, van 7 tot 77. Ja. We doen nu vrijdag onze 77ste.
En dan doen we er nog wat bij. Zo een 100-tal optredens gaan we toch doen. Hè? Dat is toch tof? Ja, absoluut. En Ruben van Gucht is de nieuwe aangever. Ja. Hoe werkt de samenwerking? Perfect. Gelijk dat ik vroeger Mark Verschuren deed. Ik doe mijn typicus. En hij is de journalist die de vragen stelt. En daardoor kan ik 12, 13, 14 typetjes doen. Gelijk met Luc Verschuren. Ja. Iets groter dan Luc en iets jonger. En iets duurder. Je krijgt geen subsidies voor die mensen? Nee. Tegenwoordig hebben we taxshelter en dat werkt ook. Ja. Ja, dat kennen ze nog zo niet hier natuurlijk in de Minaar. Maar taxshelter, dat is ook een vorm van subsidie. Waar denk je dat dit allemaal mee betaald is, deze luxe? Van uw inboedel, denk ik. Er zijn veel typicus bijgekomen, denk ik, toch? Ja, in de show. Een paar nieuwe dingen bijgeschreven. Ja, er is maar eentje, dat Fonske Verzelen, die kan ertoe. En dan op het einde doen we nog wat biscus. Jeanke de Visser en hallo everybody, ik ben in mijn opjes. Dat doen we, maar allemaal nieuwe typetjes. Ja. Allemaal nieuw materiaal trouwens, ja. En zijn de typetjes ooit gebaseerd op iemand precies? Lijkt uw oude of uw nieuwe? Nee, dat is... Ik ben begonnen met de scouts. Dat is echt mijn jeugd die erin zit. Ik begon al sketchjes te doen op het kampvuur, want de scouts, dat was mijn beste opleiding. En dat zit erin. Ik was een typische speler, moeilijke strekken, gezichtelijke strekken, lelijk zijn. En daar verdient je een boterham mee. Ja. Maar het verschil is, hè, hij heeft een smoel, ik trek een smoel. Ik ben vrij zeker dat als ik lelijk zijn met cv zet, dat niet werkt, hoor. Dat krijg je geen extra jobs mee. Nee, dat zijn dingen dat ik graag doe. Dat is een beetje mijn specialiteit kunnen noemen. Hè. Ja, ja, toch wel? Ja. FC de Kampioenen 4. Mm. Hoe gaat het met het filmen van FC de Kampioenen 4? Goed, Alst. Constant. Alst? Ja. We hebben 4 dagen in Alst gezeten. Dat hadden we nog een zondag dat we er ook opgenomen hebben. De echte stoet, dat is werkelijk een reclamespot voor Alst. Ja. Want het schijnt in Halle. In Halle hebben ze ook een fantastische stoet. Ja. Die bijna even mooi zou zijn als Alst. Maar daar wordt nooit over gesproken. Ja. En Alst krijgt die promotie. Dat is toch fantastisch, hè? En ik denk... Ja, het gaat een leuke film worden. Ik heb toffe dingen mogen doen, ja. Ik zie je van alles doen op Instagram en op Twitter zie ik. Ik doe mee, hè. Ja, ik ben mee, maar ik zie ook... Twitter, Instagram, Facebook, ik ben erbij, hè. Ja. Ja. En vooral, maar ik zag ook de foto's van Gij in actie met Vernauwert door de stoet aan het lopen. Ja. De fotograaf die er zich komen inmoeien is, Jan Verheijen. Dat was een ongeluk. Dat was onwaarschijnlijk. Dus die stoet komt toe en dan moeten Fernauwert niet, omdat ze mij belachelijk maken, over dat plein in Alst. Hè, op de Grote Markt. Ah, dat is de Grote Markt. Dat is de Grote Markt, dat kleinplaatsje daar. Hè. Ja. Ja, ik kom van een grote stad, Mechelen. Zeker. Natuurlijk. En natuurlijk... De Grote Markt in Keerbergen, waar is die? De Grote Markt. Ik ben over steden bezig. Ja. Nee. En natuurlijk, dat mislukt omdat er een persfotograaf in het midden staat. Met zijn oranje ijsje. En dan moesten we het opnieuw doen. Maar Jacques is niet meer... Want ik loop nog tamelijk snel. En daardoor is die opname niet gelukt. En we hebben dat nu, heel die stoet, herspeeld in de straat van Alst, aan de werf. Wat trouwens ook een werf is van binnen, dat cultureel centrum. En daar hebben wij... Dat is onwaarschijnlijk, dat is een werf. 600-700 figuranten, plus de mensen die gaan, hebben dat 4 dagen opgenomen. Voilà. Ja. En komt er... Nog een kampioenenfilm, want dat weet ik die kampioenenfilms zijn gelijk een herpes. Iedere keer als je denkt dat weg is, keer het in volle bak terug. Ja, ik weet het. Ja. Je kunt dat niet verklaren. Hè. Ja, ik vind dat ook. Als ze mij vragen, is dat een goede film? Ja, is dat een goede film? Dat is de populaire film. Je kunt dat niet uitleggen. De kampioenen, dat is iets... Ook de jeugd, als ik dat merk. Zelfs studenten die voor het ontspannen kijken, die naar een aflevering van de kampioenen. Kan ik dat verklaren? Nee, ik kan dat niet verklaren. Nee, dat is een geluk dat ik dat ooit heb mogen doen. En voilà. En daarmee dat ik ook hier zit, dat is een beetje mijn pensioen ook, denk ik, ja. Er zijn 2 geldverhalen dat ik van u wil horen vanavond. 1 heb ik al verteld, dat is mijn favoriete verhaal. Dat is over de reclameblokken op uw cassetten van de meubelzaak. Ah, ja. Oh, dat je dan nog opkomt. Ja, onwaarschijnlijk. Dat vind ik een heel goed verhaal. Ja, dat was onwaarschijnlijk. Dus ik bracht van de zaalshow 1 de rode cassette, want ik ben een simpele. Dat was zaalshow 1 rood, zaalshow 2 geel.
Hey, we zitten nu van 7 tot 77, dat is de zevende zaaltje. Ik werk graag met getallen. Dus we vragen aan meubelcentrale Heilen. Want die firma bestaat amper nog door de sponsoring die ze mij gegeven hebben. Was dat er in Lokeren een bijhuis daar aan de autostrade? In Limburg hebben ze nog één. En ik weet niet, en Kortenberg, denk ik. Maar in Lokeren, dat is verdwenen. Dus ik breng een video uit die ik niet graag deed, want ik dacht dat ik mijn materiaal moest vrijgeven. Maar met een manager doen, Paul van Leenputten, die zei, we gaan dat toch doen. En wat schatten dat gaat verkopen? Ik dacht 3.000-4.000 video's, want Wiltura had opgenomen in Vorst voor de eerste keer. Wiltura Symfonie. Ja, en Meubelcentrale Heilen was sponsor. En die reclame stond in het midden en ze hadden er, geloof ik, 10.000 van verkocht van Wiltura. En wij vroegen toen 30 frank, 7,50 euro per cassette. Ja, zeggen ze, maar ja, dan moet er al 10.000 van verkopen. Wiltura, 8.000 en een klets. Weet je wat? We gaan dat niet doen. We gaan nu geen 300.000 frank geven. Maar we gaan per cassette afrekenen. In denkende 4.000, 5.000, maar 30, dat is 150.000 Belgische frank. Daar gaan we goed vanaf komen. Goed. Wij maken die cassette. En dat was er nog met Roland Uitendalen, die bekend was voor af en toe zo'n keer iets te persen dat niet mocht. Hè? En dus, er gaan er nog veel meer van verkocht zijn. Ook videotheken kochten die, omdat dat mocht niet verhuurd worden, om te verhuren. Dus wij verkopen er officieel, en het zullen er veel meer geweest zijn, verkopen wij er 80.000. Oh. 80.000 in plaats van 4.000. Maar natuurlijk, we hadden een contract van 30 frank. Dus die een gast, in plaats dat hij er vanaf was met 10.000, moest hij 80.000 maar 30 frank, 2.400.000, betalen in plaats van een belachelijk bedrag. Dus dat is een deal. En dan zeggen ze soms de zaak mee. Nee, maar ik had dat niet in de hand. En die hebben dat met plezier betaald. Hè. Dat was met Wendy van Wanten. Een reclameke dat we door de vitrine rijden van Meubelcentrale Heilen. En voilà, dat is het verhaal. 80 maal 30.000 is aangenamer dan 4.000 maal 30 frank. Zeker. Ik heb wiskunde gestudeerd. Ik vind het heel grappig dat je met één show een meubelzak failliet toe gaan zetten. Eigenlijk. Dat is niet waar, dat is een grapje. Nee, ik zeg dan maar... Nee, maar dat was zalig. Want ik zag ook al met de fax nog die cijfers binnenkomen. Dat was ook met mijn film Max. Ik ben slot van cijfers. We maken toch televisie en dingen voor mensen. En dan zo per dag... Die in de verkoop van die video's of van Max de toeschouwers per cinema, 52 zalen. En dan heb ik daar een fotocopie van, want na een maand is die een ding weg. Ik heb het nog altijd, ik heb het niet meegebracht, maar je kunt dat... Ja. Heb je een loper maar gemaakt voor als je naar buiten gaat straks? Nee. Ik heb het nog op een steken. Ik vind dat fantastisch, ja. En er is een ander verhaal dat ik nog niet gehoord heb. Dat is mij ingefluisterd door twee West-Vlaamse organisatorvogeltjes. Die veel van uw shows boeken, die zei van... er was... Jacques heeft ooit verteld dat hij een kostuum heeft laten maken met verborgen zakken in. Voor zijn geld in te steken. Nee, maar ik heb het niet goed verstaan, maar ik heb wel geld gesmokkeld. Ja, maar dat is veel minder erg, dat verhaal. Allee, nee, wat bedoel... Ja, ik had een Bermuda. En ik moest optreden in Blankenbergen in de Kerkstraat. Waar dat vroeger Gaston en Leo hun zaalken hadden. Ah, ja. En ik had dat geboekt. En we dachten, we gaan 22 shows doen. En dat was een zaalken van 400-500, want dat is nu wat kleiner geworden. Dat is het Kusttheater nu, denk ik. Maar natuurlijk, dat was in mijn gouden jaren. Hè? Ik heb gouden jaren gehad dat niet op kon. Elke zaal was uitverkocht op een uur, op een half uur. Allee, dat was... En Philip Geubels was dat toen ik. Hè? Ik had geluk dat ik dat kon meemaken. Maar natuurlijk, we begonnen matinees te doen. Ja. Hè, dus 500 s'avonds, maar in de namiddag boekten wij bij voor het volk in Blankenbergen. Hè? Dat was dus 1.000 man. En dan vroegen we wat meer omdat er een zanger bij was. Hè, als er een zanger bij kon, dan piano mogen we wat meer geld vragen. Hè? Ja. Hè, dus dat was... dat was geloof ik toen, in plaats van... Anders vroegen we toch 600 Belgische frank, 15 euro, maal 1.000, dat was toch 15.000 euro per dag dat er binnenkwam. Ja. Maar ja, met dat geld moest je toen nog naar de bank gaan. Dus
Ik vertrok soms met 30.000 euro. Maar ja, je moet dan Blankenbergen, de kerk staan. En mijn auto stond zo geparkeerd op zo'n garageke. Met zo... En zo waar dat licht aansprong. Maar ik stel je voor dat ze me zien vertrekken. Dus ik had altijd een boekentas bij. Maar mijn Bermuda stak vol met al dat geld. Dus ik dacht... Als ze mijn boekentas gaan pakken, gaan ze mijn broek toch niet afpakken. Dus dat was elke avond spannend dat ik mijn Bermuda vol met geld... En dat was in de tijd nog dat je naar de bank ging, waar je dat geld deponeerde. Dan kocht je in de tijd nog aandelen. Je kreeg die, je stak die in je kluis. De bankdirecteur zei, we gaan met die couponnetjes die je moest knippen, gaan we naar Luxemburg. En die kwam met geld terug van Luxemburg. Hè? Bedoel, dat was nog de gouden tijd waar alles kon. Maar nu is het allemaal heel triestig. Hè? Nu is het met bankkaarten. En geloof jij niet met 27 bankkaarten in je tas? Nee. Dat was echt een geldkas. Ik wou het even nog over zingen hebben, Jacques. Ja? Gezong. Ik weet dat je graag zingt. Oh, ik zing doodgraag, ja. Daar, zit daar in de toekomst nog een zingende zaak? Nee. Maar Jan weet dat. Ik heb nog de groep Kabiaar gehad. Niet caviar, hè? Kabiaar. Let op de woordspelling. Kabiaar. Ik had een popgroep. Ik heb popgezongen. Hè. En dat is het liefste wat ik doe. Ik heb nu 2 weken terug mogen optreden met de mannen van de Nieuwe Snaar, Urbanis. Jan de Smet. Jan de Smet ook. En de naam ontsnapt me. Maar dat was fantastisch. Wij bij allemaal topmuzikanten en dan mogen zingen samen met Rubin enzovoort. Dat vond ik formidabel. Wel, ik heb een klein stukje van Kabiaar dat we kunnen laten zien. Gewoon om de mensen te laten voelen wat voor iets dat was eigenlijk. Dat moet de harte hijs dan zee. Met haar zus en de poot uit Londen mee. Sympathiek, energiek, flegmatiek. Excentriek. Een waaierige Jacques Vermeire. Ja, maar je mag niet vergeten, ik had Kabiaar. Jij weet dat. De KAB van Cabaret. Het was een unieke groep, want ze bracht rock en cabaret. Ken je dan nog Cabaret? Ja, absoluut. Goed, voilà. Dat was 74, Bonheide. En ik bracht humor en popmuziek. En denk aan mij, Hans Kusters. Die wou van mij de groep maken. Nog voor Clouseau en al. En dan hebben wij... Denk aan mij. Als je bloed wilt door je ader stroomt... Met in het koortje. Rustig. Dat is hier na het gebouw, hè? Ja. Maar met in het koortje Anita Meijer. Nee. Diana Marshall en Jody Hollestelle. Bij Vermeulen in Den Haag, in de studio. Dus dat was een nummer... Daar is geen video van. Van Denk aan mij heb je niks van beelden meer. Omdat dat nog... Dat zat in binnen en buiten. Met, dat is veel gedraaid op radio. Dat zijn allemaal dingen die verdwenen zijn. Want dat was, en dat wordt nog geregeld op radio gespeeld, op Radio 1. Hè? Ja. Maar bedoel, als zanger... Ik zeg het altijd, moest ik nu mogen kiezen wat zouden willen zijn? Een zanger voor veel volk of een komiek? Ik zou liever... Het is feitelijk door miserie. Want ik was vroeger geen lelijke vent. Ik was een tamelijk mooie man. En zo een beetje met mijn borst daar. En zo en met mijn broek zo wat. Maar omdat dat niet gelukt is, ben ik smolen beginnen trekken. En dat is ook wat gelukt. Maar ik zou liever een grote zanger zijn. Maar het is te laat. Maar dat is iets raar in de Belgische popmuziek eigenlijk. De voorbije maanden, ik bedoel, Philip Goebbels. Wou zanger worden. Alex Agnew is even zanger geweest. Ja. Stefan Herwegen. Zelfs hij is... Iedereen die presentator is, comedian, wil eigenlijk zanger worden. Dat zingen is fantastisch. De magie. Ik heb ooit het Schlager... Je kunt nu lachen met het Schlagerfestival. Hè? En ik had daar een nummer van Tom Jones. En als je dan, jongen, voor 12.000 man staat... Dat is... En dan applaus natuurlijk ook. Hè? What you push get? En dan de greten die staan te wachten. Bij de komiek staan ze nooit te wachten. Ja, oude moeders. Met onderbroeken op het podium. Met wit verlies. Dat moet ik het ook niet weten. Xander. Ik heb wat broeken in mijn... Ja. Heb je ooit het zangverleden van Steven kunnen aanschouwen? Wat? Ja.
Ik moet er vandoor. Ja. Steven heeft twee dingen op zijn actief. Eén nummer, dat heet vreemd genoeg, Wij zijn de Kreuners. Ja, dat is waar. Meeschrijver. En een reggae-nummer met één zin, Wij zijn de Kreuners. En het andere is een eigen uitvinding. Wil je ze zien? Ja, absoluut. Oké. Laat ik zien. Ja, dat is goed. De Boys Band Spring was de naam. Spring? Ja. Ja. En naar verluid was het oudste lid 45 jaar, wat voor een boys band toch wel... Ja, het is de oudste boys band ooit, denk ik. Dat zal niet veel schelen, is waar. Ja. Dat was eigenlijk... Ik was rapper bij Ketnet. Dus ik moest de programma's aan elkaar babbelen. En ik moest elke week de ultratop aankondigen. En in de jaren 90, buiten Jacques, die een aantal keren in de hitparade stond. Maar voor de rest was het echt pulp. En er waren heel veel van die boysbands die niet konden zingen. En ik ergerde mij eraan. Ik zei daar ook tegen de kijkers van, we gaan weer kijken naar de ultratop met al die zangers die niet kunnen zingen. Ik kan dat ook. Weet dat ik voor 1 april in de top 40 sta. En voilà, dan zo geschieden. Self-fulfilling prophecy. Dat was eigenlijk een opname in de Muziekdoos. Dat was zo het muziekprogramma van de BRT. En wij spelen toen samen met Get Ready. En kwaad dat die waren. Ah ja, want dus dat was de periode dat zij zeiden van ja, allee, wij zijn niet gay en wij zijn hetero. En wij hadden een persconferentie gegeven, hadden gezegd, ja, wij zijn privé hetero, maar als boysband zijn wij gay. En die waren kwaad, man. Kwaad. Maar we zijn 3 keer mogen terugkomen. Maar wel 0 onderbroeken backstage. Ja, ja. Alleen van mannen natuurlijk. Ja. Ja. Ik ben blij dat ik daaraan blootgesteld ben nog vandaag. Lieve heren, ik ga afronden. Het is een heel gezellige avond. Ik ga nog een kleine pitch doen voor u, Jacques. Een hulpbehoevende comedian. Ik kan nog wat kaarten verkopen. Maar de tour gaat nog even door. Tot eind het jaar. Ja, tot het einde van het jaar. Hè? Perfect. De show heet 7 tot 77. Hij is nog te zien tot eind 2019. Geef hem een daverend applaus. Jacques Verbeijden! Zoals altijd gaan we eruit met muziek. Vandaag zijn we gezegend met een groot man, een geweldig gitarist en muzikant. Mag ik een daverend applaus voor Frank van der Linden! Maar vrolijke liedjes. Ik dacht aan een vrouw, zo verscheen ze bij mij. Ik dacht aan de kou die ze wegnam bij mij. Ik dacht aan de wind die alles verspreidt. Ze is nog een vrouw, maar niet meer van mij. Ik dacht aan een vrouw. En we maakten iets mee onder mythische zon en gewoon op café. Ik dacht aan de tijd die alles vergeelt. Het was nooit genoeg en altijd te veel. Kon ik maar, hoe kon ik haar maar opnieuw ontmoeten met loszittend haar en die prachtige sproeten. Hoe kon ik maar, ik dacht aan een vrouw,
hoe ze wegliep van mij. Bij klaarlichte nacht, met wat regen erbij. Ik dacht aan de smaak die de slag achterliet. Ik miste haar wel, maar vertelde haar niets. Hoe kon ik maar, hoe kon ik haar maar opnieuw ontmoeten, met mij en de rest van het land aan haar voeten. Hoe kon ik maar, ik dacht aan een vrouw, zo verdween ze bij mij. Ik dacht aan de kou die ze teruggaf aan mij. Ik dacht aan de kou die ze teruggaf aan mij. In het Engels zingen. Gewoon om te tonen waarom ik in het Nederlands zing. Caroline says, as she gets up from the floor, why is it that you beat me? Isn't any fun. Caroline says, as she makes up her eyes, you ought to learn more about yourself now. Think more than just I. That she's not afraid to die. All of her friends call her Alaska. When she takes speed, they laugh and ask her what is in her mind. What is in her mind? Caroline says, as she gets up off the floor, you can beat me all you want to, but I don't love you anymore. And Caroline says, biting her lip,
life is meant to be so much more than this. And Jim, this is just a bum trip. Ah, but she's not afraid to die. All of her friends call her Alaska. And when she takes beef, they laugh and ask her what is in her mind. What is in her mind? She put a fist through my window pane. It was such a funny feeling. It's so cold in Alaska. It's so cold in Alaska. You know it's so cold in Alaska. So cold. So cold. En de dagen die je
vagen tot ze niet meer doen wat ze doen. Later de dag daarna. Later op de dag daarna. Zie je wel waar we staan. We zijn aangekomen aan het einde van de show. Heeft u er een beetje van genoten vanavond? Ja. Dank u wel. Het is de laatste show, jammer genoeg. U zag vanavond in volgorde Steven van Herwegen, Amelie Albrecht, Jan Delvaux en Jacques Vermeijden. Frank van der Leuden. En natuurlijk de prachtige stad Gent om ons hier toe te laten. Ik was Xander Rijken, tot de volgende keer. Dank u wel. Tot binnenkort.